grote zaal van de Koopmansbeurs in Amsterdam heeft de vereniging Fedikat haar 25e kattententoonstelling gehouden met inzendingen uit ons land, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Met elkaar 400 katten, waarbij prachtige exemplaren. Kattenliefhebbers zijn er genoeg en ze keken vertederd naar spelende langharige katjes. Zoals ze met bewondering gluurden naar de Abessijnse kater die een kampioenswimpel kreeg en die dus mooi prijshoudend in de beurs lag. Met grote ogen trachtte hij de fluctuaties te volgen die zich verder nog op de beurs voordeden. Zeer willig was deze mevrouw, die met trots haar aandeel in deze expositie liet zien. Er zijn zoveel mooie katten dat men voor de beoordeling wel zeer deskundig moet zijn. Maar van deze zeldzame heilige Birmaan, met zijn witte halve handschoentjes aan de voeten, is de beoordeling niet moeilijk. Er waren vele prijzen, waarvan de eerste in de klasse der langharigen naar een Perzische chinchilla ging en bij de kortharigen naar een in Nederland gefokte Siamees. De poezen zonder prijs verlieten de beurs met een kater.